paar door mensen. Ah. Oh, heerlijk. Dit is voor je glas. Kijk. Wat dan? Dit is. Ja, kijk hier. Maar, nee, kan niet. Voor mij. Ik kan me vast. Ja, maar ja, toch, je moet ook lekker kunnen ontspannen. Dat is zeker waar. Ja! Nee, dit zijn de Coolsea Girls in Utopia. U bent van harte welkom. We hebben een glaasje wijn. Oh, we hebben een glaasje. Voor Kees, voor Kees. Oh, is goed. Ja. Zot. Niet lekker? Nee. Waar kun je alleen nergens gaan? Hoe bevalt het, dames? Ja, het bevalt toch echt prima. Kijk, weet je wat het gewoon is? We werken ons allemaal schompen, om het grof en samen te zeggen. Weet je wel. En ja, ik vind gewoon dat je in Utopia ook een echte gelegenheid kan hebben om een keer te kunnen genieten. Ja, zeker. Weet je wel, we hebben genoeg ellende, er is genoeg ruzie weer en geweest. En ik vind het wel even best zo. En hier is het nummer 1, regel 1. Niet zeiken. Ja, niet zeiken. Oh, hier in het bad. Ja, maar... Hebben jullie regels? Ja. Ja? Ja. Wil je ze even oplezen? Jazeker. De 10 jacuzzi geboden van de jacuzzi Utopia. Ja, wil je even wat innemen? Wil je even even inspreken voor ons? Ja, natuurlijk. Maar ik heb ook wat ingesproken, hè? Oké, maar ik spreek hem niet. Hoe doe ik dit? Gewoon de rechterknop. Ja. De 10 jacuzzi geboden van de jacuzzi Utopia Girls. Nummer 1. Yes. Niet zeiken. Juist hem. Niet zeiken. Nummer 2. Lekker genieten van anderen. Oh. Het is weekend, dus we gaan lekker bubbelen. Bubbelen. Ja. Nummer 4. Yes, 4. Vier. Zonder straat, die zijn aangebroken. Dus, enjoy life. YOLO! 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 The only one. Nummer 5. Yes. Schoon de jacuzzi in. Schoon. Yes. Schoon. Ik herhaal, schoon. Vaak hier in mijn winterjas. Ja. Ja, ben je goed. Ja, maar er is er wel één verkocht net. Hier. Yeah! Oké. Okay. Nummer. Hoor. Nummer 6. Zonnebril op, geen zonnecrème. Nee, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Dat is goor. Dat is goor. 7. Wie met ons wilt bubbelen, komt als eerste een heerlijk drankje. Yeah, yeah. Waar gaat ze ook bubbelen? Ja, laagjes vanavond. Huh? Nee, ik moet ook zo meteen. Maar ik wacht even op mijn fantastische gebod. Die vind ik geweldig. Nummer 8. Ik hoor het niet. Geen plasje doen. Oh, nee. In de jacuzzi. Nee, geen plasjes. Niet doen. Nee. Nummer 9. Zwembroekje of bikinietje aan. Yeah. Nee. En nummer 10. Deze is speciaal voor Merel. No drama in. Enjoy life! Dat was het weer, mensen. We komen straks weer met 10 geboden. Ja, we moeten elk uur herhalen. Ja. Elk uur. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar ik zal hem over een uurtje nog een keer. Ah, dat gaan we doen. Maar ik ben gewoon gezegd dat je even bij ons kunt komen. Ja, ik ga eerst even draaien. Ik moet echt even draaien. Ja, oké, dan ga ik even draaien. Ja, wij komen de flappen toch niet. Ik heb namelijk een droom. En ja, dan moet ik wel wat doen. Ja, dat is waar. Ja, en dan had ik niet een bubbelbad of een caravan of een, wat zeg ik, een camper voor in de weg laten gaan. Ja. Dus, joehoe! Kom je ook zo? Wellicht! Yeah! Hey! Wellicht! Gezellig, meid! Joehoe! Veel zoet. Ja. Oké, later. Maar dit is later. Die loopt zich te irriteren. Oh, ja, dat weet ik ook wel. Maar het boeit met me niet. Nee, we mogen toch genieten? Natuurlijk mogen we genieten. Welkom bij Jacuzzi en Toekomstgirls! Woehoe! Jacuzzi! Woehoe! Regel nummer 1. Ja, we gaan! Het is weekend. Weekend! Weekend! Ja, nog lekker werken kan nog.
toch? Pinnekoot. Dat vind ik echt de belangrijkste. Ja, maar een pinnekoot, jongens. Oké, okay, later. Dag, meis. Sexy, hoor. Wat gaan die mooie beentjes zijn? Oh, jij ging het draaien. Oh, heerlijk, jongens. Echt. Kijk, elke... Ik ook. Dus daarom geniet ik gewoon volle teugen. En je moet gewoon de leuke dingen gewoon met beide handen aanpakken. Oh, ik ging elke maand, één keer per maand, ging naar zo'n resort. Dan gaan we hier naar buiten gaan doen. Ja, sowieso. Eentjes! Eentje, kom je ook erin? Oh, dan moest nog een extra regel. Alleen de kleine eentjes mogen erin. Oh, ja, dat is waar. Nou ja, Cor, kut, dat doe ik straks nog wel even. Moet je wel zeggen, bloed heen. Ja, lekker man. Ik hou ervan. Hoe heet het ook beter? Oeh. Ja, ja. Oh, lekker windje. Maar ja, weet je, het is vanavond... Maar vanavond word je ziek. Ja, vanavond word je ziek. Vanavond gaan hun er allemaal in. Ja, dan hoef ik toch niet meer erin. Dan ben ik toch al de hele tijd geweest. Dan heb je echt super kou hierboven en dan beneden heb je het heel warm. Ja. En dan word je echt ziek van. Als ik buiten ben ook, ga ik echt wel weer even die, zeg maar zo'n weet op zoek. Zo, wat je zegt, zo'n resort, weet je wel? Ja, het is echt goed. Lekker een hele dag bubbelen en dan kom je lekker rozen, kom je lekker daar. Oh man, heerlijk. Jongen, trek even een broekje aan. Trek even een lekker broekje aan. Een broekje aan? Kijk, voor hier. Ja, ik moet even nog mijn dingen doen, meid. Oh ja, je ziet ze daar, ja. Zo. Sorry. Een kus naar Bart. Oh, heerlijk. Het is echt genieten. In de puurste vorm, moet jij het dan gewoon zeggen. Zo hoort het. Ja. Mensen hebben een foto. Doe zo. Hallo, Tess. Ja. Heerlijk. Oh. Die Wyatt is ook een leuk vent, hè? Wyatt? Ja, Wyatt, ja. Kun je lekker met praten ook. Ja, maar hij is echt een hele leuke jongen. Ja. Heel sociaal. Ja. Je lekker echt lekker met kletsen ook. Die is echt grappig. Ze lopen zo lekker te smikkelen altijd ook. Dan maken ze even een rondje, even overal smikkelen en dan lekker weer terug in de zon. Ja, echt lief. Ze gebruiken het ook alleen niet. Maar ze hebben hem wel gebruikt. Dus ik heb hem niet helemaal voor niks gebruikt. Ja, los is niet zo heel handig. Niet? Mag ik het wel doen? Ja, tuurlijk. Classy. Lekker. Pittig. Wordt het nog erger? Het blijft in ieder geval wel even hangen. Dat was ook net mijn idee. Het werkt. Ja, het werkt echt zo. Het is helemaal.
helemaal, maar wel een beetje. Kwamen lopen en wij gingen het liedje laten horen aan ze. Zei Andrea, ik hou van alle vrouwen. Ze ging zingen. Ja, oké. Jammer dat ik geen post meer krijg, want ik nu niet weet hoe die er nu uitziet. Ja, het is wat, hè, die post. Ja. Ten diepe... Ik denk dat heel veel mensen het vanuit mij... Vanuit ben ik blij omdat ik geen post meer hoef te sturen. Ja? Ja, dat denk ik wel, dat een aantal van mensen mijn familie dat denken. Ja, ik weet wel dat ik nu wel graag post zou willen, ja. Maar ja, het is niet anders. Dit is nu de kans. Zo, hij komt zijn friet zakken. Hé, pantertje! Hij is echt leuk, jongen. Heb je al op de webshop gezet? Je gaat stuk. Hé, kip! Lekker ding! Geloof mij. Wat dan? Wat ben je de enige die hem aan heeft? Ja. Hij is echt leuk. Maar je hebt hem groter, hè? Ja, oh, dat weet ik. Lijkt wel zo. Hij is echt lekker. Ja, dat vind ik echt cool. Frietjes voor tientjes. Ook perfecte quote die er is. Fries before guys. Frietjes voor tientjes. Ja, hij is echt leuk. Ja, ja. Mooi, we eten vanavond ook een friet. Ja. Voor iemand met tientjes. Voor Milan. Ja, nou, ik eet gewoon frieten voor... Nee. Nee, dat is raar. Ja, hij is echt heel leuk. Je moet hem zo even terug op zich, dan ben je het hele stuk. Ik heb naast jou gezet. Ja, echt? Ja. Je gaat geloof mij. Oh, echt leuk. Want daar zijn hun juist verantwoordelijk voor. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dus... Maar hij werd een beetje heel geïnteresseerd over Gert-Willen. Ja, we hebben alles goed gedaan. En goed en alles voor hem gedaan? Nou ja, wel voor bepaalde dingen. Ja, ik wil geen promotie hier binnenhalen. Ja, maar...
Maar dan voel ik me weer aangesproken. Dat ik... Maar het hoeft dan niet heen en weer te gaan. Dus omdat ze wat dingen hebben gedaan voor een Dylan. Nou, wat hebben ze nou echt... Wat heeft Gerrit nou echt voor hem gedaan? Ja, misschien een paar dagen zijn klanten bijgehouden. Maar dat is het. En een Jesse, ja, die heeft inderdaad wel wat gedaan. Maar... Ja, ze voelde zich een beetje... Ja, maar dan kan Dylan toch gewoon naar Gerrit toe, of Gerrit naar Dylan toe stappen. En van, joh, kan je misschien even helpen? Ja, maar jij moet helemaal niks. En dan hoef je ook niet naar te luisteren. Maar dan ga ik het dan weer, dan voel ik, denk ik, ja, komt het dan weer voor mij af, weet je. Ik denk, ja, dan voelde ik me weer rot. Ik denk, dan heb ik het weer voor ons. Maar dit is een beetje raar uit. Wat ben je nou? Oh, Milene heeft de pistool. Hij heeft de pistool voor het gespeeld, hè? Oh, echt? Ja, de pistool van, zeg maar, van een foto van u. Oh, echt? Ja. Oh, leuk. Eerst kan ik zoek je! Katie! Ja, maar dit is waarschijnlijk alleen maar omdat ze zijn aangesproken. Ik denk dat dit uit jezelf komt. Nee, ik ook niet. Genieten, jongens, echt waar. Genieten, genieten, genieten. Het leven is dan maar kort. Ik ben nog geen oma. Oh, ik wil even bij. Ja, deze hand wel, die hand niet. Is gevonden! Oh. Maar dat is echt maling aan. Ik ook. Even die kijken. Als je kijkt, kan het zwaaien. Kom je meis? Eten. Gezel. Ga je eerst eten? Ik heb maar 5 minuten. Een salade. En prioriteiten noem je dat. Oké, meis. Wat goed van jou. Hij heeft nu een tik, hè? Dat hij zo doet. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Zoiets, ja. Ja, mooi. Hi, Gary! Oh, sorry, wat als je Jesse ziet? Zeg, wanneer omdat ze zo dik aan is gekleed? Oh, wat net zeggen. Ik dacht... Nee, joh, ik dacht iets heel anders. Nee, dat is niet als je vindt. Oh, mijn.
dat het zonnetje hier is. En ik vind wel lekker, eigenlijk. Ah ja, het is ook slecht voor jou. Zon. Het is toch geweldig dit. Iedereen is aan het werk en wij zitten lekker hier. Ja. Dag. Ja, maar anders is het zondag. Maar dat is toch zonde? Het staat hier in de koelsie en hij wordt nog niet eens gebruikt. So let's start giving. That's a choice we live in. We wake up. We are the world. We are the children. We are the children. We are the world to make a better place. So let's start giving. Echt. Soms vind ik echt als we hier met saaie mensen zitten, hoor. Ja, man. Hangen. Ik weet zeker dat mensen gelopen te irriteren. Heerlijk. Ja. Dan word je toch 71. Ja, maar je moet even kijken, meid. Er liggen daar 15 kratten, waarvan ik het zeker wel 5-6 heb gedaan. Ik vind het wel prima even. Ja. Sportschool lopen lekker, de sportlesjes komen er binnenkort aan, dus ik verdien wel. Maar het is weekend. Ja, daarom, dus ik moet er eigenlijk helemaal over uit te denken. Gaat weer. Ik heb er maling aan. Ze moeten niet zo moeilijk doen. Ja, moet je weer binnenkort verf bestellen. Voor je haar? Ja. Niet dat ik weet. Nog. Love is love. You're loving you. Kom je? Because you're beautiful. Hey, waar laat je die zenders? Hè? Waar laat je zender? Ja, dat is een goeie. Ik heb hem op zo gedaan. Waar? Daar. Heb je een lang draadje? Nee. Lang, niet. Nee. Vraag het nog even. Hoe heet ze van lange draad? Eén van hun op je. Nee, ik ga niet. Nee, we gaan het niet doen. Dat, wacht. We kunnen zelf met een oplossing komen. Hè? We kunnen zelf met een oplossing komen. Ja. Ik zei dat ik het gênant vond, maar hij zei zoiets van, wat zei hij, dat hij zich ongemakkelijk voelde of zo. Ik zei, ja, het is nogal gênant. En daar werd hij boos over. De opname van de videoclip. Oh, dat. Ja, het is toch ook gênant. Ja, dus dat zei ik toen en toen... daar werd hij heel erg boos over. En dus toen hoorde ik van Dre dat hij had gezegd van, ja, ik heb toch wel ruzie met Merel. Dus ik was naar hem toe gegaan en toen zei hij van, dat hij... zoiets wel had gezegd, maar niet dus kom maar met mij mee of zoiets. Nee, precies. Dus maar ja, ik heb toch al ruzie met Merel, ik wist dat je boos werd, maar dan denk ik, ga je toch totaal aan mijn gevoel voorbij. Ja. Gewoon compleet. Maar dan ga je er niet van, oh ja, kom maar. Ja. Maar een beetje apart. Ja, het is echt heel apart. Kijk, niet om hem te verdedigen, ook weer wel. Hij heeft niet met hen in één bed geslapen, maar het principe nog steeds om jou voorbij te gaan, dat is niet tof. Nee. Dat, weet je, en dan lig ik hier heel de avond en dan zegt hij van, ja, ik was je toch al zat. Dan denk ik van, nou ja, oké, prima, weet je, dat mag ook zeker en dat moet ook zeker kunnen. Maar kom dat dan of even hier zeggen, je weet daarnaast ook hoe panisch ik ben met beddengoed. Laat hij gewoon iemand op mijn kussen slapen, op mijn bed, weet je. Ik heb daar allemaal foto's hangen. Nou, ik snap dat gewoon niet. En dan, als er twee mannen hadden geweest die hadden komen kamperen en die het koud hadden, had hij ook niet gezegd, kom maar in de boot liggen. Niet. En daarnaast weten die meiden donders goed waar ze naartoe gaan, dat ze hier gaan kamperen en dat sterven ze koud is nachts. Dus dan moet je verdomme gewoon een hotel gaan boeken en dan moet je hier niet komen. Of een B&B. Ja, dus ik hoor nu ook al mensen erover van, een puntje voor de vergadering. Want dan wordt het natuurlijk gewoon een B&B. Kijk, ja. Daar hebben ze wel gelijk in. Dat ze effects gaan betrekken. Ja. Ja. Ja, het slaat gewoon erg. Zeker voor mij niet. Dan denk ik, jeetje. Nee, het is heel scheef. Ja, ik verdien dat toch helemaal niet. Maar ik doe alles voor die jongen. Ik gun hem de hele wereld. Ik help hem overal bij. Ik steun hem in alles wat hij doet.
Behalve dat ik de modellen niet leuk vond. Nou, dat zeg ik dan niet tegen hem om hem alsnog te steunen. Hm. Is ook allemaal niet goed. En dan flik je me nu dit. Ja. Dat is ook goed. Ja, toch? Ja. Maar hoe zit dat verder tussen jullie nu? Gewoon klaar? Of? Nee, ik weet het niet. Ik heb gezegd dat hij de rest van de dag zijn mond tegen me moet houden. Hij moet even niet in mijn buurt komen. Nee. Nee. Nou, dus ik zou boven vanmiddag en ik wil jou in één keer zeggen, weet je, jij ziet dan ik je bek dicht. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Ja, moet hij zeker doen, ja. Ja, even wel. Maar ik snap wel dat je daardoor best wel erg gekwetst bent. Ja. Dat doe je niet iemand aan. Het slaat op nergens op. Dat is hetzelfde als dat ik nu zou zeggen van, oh Frenny, ja, je kan nergens slapen vanavond, kom maar bij mij in bed liggen. Ja. Ja, maar heel even, ik heb een vriendin thuis zitten. Ja. Hoe moet zij dat dan wel niet vinden? En die van jou zit nog thuis en ik ben gewoon hier. Dus je had gewoon naar me toe kunnen komen. Ja. Maar je hebt gewoon compleet scheid aan me. Gewoon echt compleet. Ja. Dus ja, ik ben helemaal waardeloos gewoon. Maar ja. Doesn't kill you makes you stronger. Precies. Leven is een bitch, ik ga eroverheen. Ja. Nou, dat is een goeie voor Jessie. Jezus, ja. Hij heeft mij druk met onze vrouwtjes. Zolang jij gewoon lekker bij jezelf blijft, dat is het belangrijkste. Ja. Je gewoon, heel eerlijk, dit is nu de derde keer dat dit met Jessie even niet lekker loopt. Ja, denk het. Ik heb het vorige keer ook tegen je gezegd. Denk aan jezelf. Ja. Ik weet dat je echt lekker verliefd bent, maar als je al ruzie hebt om een fucking boterham met kaas. Ja. Dat was die vorige keer. Ja. En dan kan ik daar nog de lol van inzien, uiteindelijk omdat we hier zitten. Daar kan je nu om lachen. Ja. Maar als dan... Dit zo. Maar dit? En hij gaat gewoon echt twee keer langs je heen. Want één, hij komt niet even naar jou toe om te checken. En twee, hij vraagt twee chicks in de boot. Ja. Ja. Ja, dat is toch, dat is echt grensoverschrijdend gedrag, man. Echt. Maar denk dan aan jezelf als je nog een keer teruggaat. Ja. Ik snap, je bent verliefd. Misschien nu even niet, maar jullie hebben wel gevoel voor elkaar. Ja, natuurlijk. Maar ik moet je ook zeggen, als dit soort dingen hier al gebeuren terwijl je nuchter bent en hier bent... hoe de hel moet dat buiten zijn dan? En ik zeg gisteren nog tegen hem, hij zegt, vertrouw je me? Ik zeg, nou, je hebt mijn vertrouwen totdat je mijn vertrouwen beschaamt. En die komt bij mij ook niet zo snel terug. Nee, maar dat is logisch. Ja, maar je doet net alsof ik ben vreemd ga. Ik zeg, maar dat is het niet. Het is gewoon een principe kwestie, toch? Moet ik eens doen. Als hier een jongen is, die te lang naar mij kijkt. Remco bijvoorbeeld, die doet altijd heel leuk met mij. Gaat hij me expres heel de dag lopen zoenen, zo van ze is van mij. Ja. En hier dienen zich er situaties aan waardoor ik op de proef word gesteld met vrouwen en zo. Maar wacht maar eens een keer en ik hoop dat het hier gaat gebeuren totdat het andersom is. Die jongen wordt gek, want hij is zo jaloers als de pest. Aan de ene kant is het heel mooi dat hij in dat opzicht om je geeft van deze is van mij. Ja, tuurlijk. Maar het is wel krom dat hij het wel mag en jij niet mag. Ja, precies. En ik hoef dat niet, want ik ben er allemaal niet. Ik ben net een hond dat wat betreft. Ik ben zo loyaal als de pest. Dus ja, dus dat, ik ben er ook helemaal niet gevoelig voor. En als ik een rapper zou zijn, zou ik zo'n clip niet eens willen, omdat ik een vriend heb. En dan denk ik, joh, sterven jullie lekker buiten, maar ik kom echt mijn huis niet in. Zo zou ik denken. En hij doet dat niet, maar je bent aan de andere kant ben je wel heel jaloers. Zoals als ik op een feest te lang met een jongen sta te praten, komt hij er ook gelijk bij staan en weet ik het allemaal. En dat vind ik dan ook best wel schattig, maar dan denk ik, ja, je weet dus precies hoe het voelt. Ja, hij is dus niet achterlijk. Ja, ik vind dat ik het niet verdien. Nee, zeker niet. Wat heb jij misdaan? Helemaal niks. En dan zegt Gerrit, ja, maar ja, jullie hadden daarvoor ook al een discussie en liep het even niet lekker. Ik zeg, ja, dus? Dit moet je toch als twee losse dingen zien. Het is toch niet omdat je gezeik hebt. Oh ja, ik heb toch wel ruzie met Merel. Kom maar mee de boot in. Nou, sorry hoor. Dat is echt fucking respectloos. Nou, dat kan je niet maken. Nee man, dat kan je echt niet maken. Nee. Nee. Maar ja, volgens mij is kwartje aan het vallen bij hem. Oh, het is nog zo dat mijn schuld nu is ook, hè. Ik ben de boosdoener. Ik moet me niet aanstellen, er is niks aan de hand en hij ziet het er de ernstige niet van in. Ja, maar ik wil het niet opnemen voor hem omdat hij een man is, maar dat is mannengedrag. Afschuiven op een ander. Dat is ja, maar wat is nu het mannengedrag? Is het niet toe willen geven omdat je ego... Ja, dat dacht ik dus al. Dat is mannengedrag, dat is heel simpel. Van, oh, maar ik doe het uit goede bedoeling voor die twee meiden. Ja. Maar ik ga wel mijn vriendin opzij. Ja.
dat is mannengedrag. Je wil eigenlijk... ik ben zelf ook een man, maar ja, dat zou ik niet doen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wie zou dit wel doen? De enige hier op het terrein die dat kunnen doen is Jesse en Gerrit. Ja. De rest zou dat nooit doen. Dat is hetzelfde met Gerrit. Ja. Dat is het feestje van jou. Eind van de avond, even naar Freddy toe. Ik zeg, Freddy, heb je nou gezien? Gerrit stond de hele avond met die afstand. Ja! Ja, ik zag het. Ik zei tegen Freddy, heb je nou gekeken? Ja. Ja, ik moest aandacht bij hem zoeken. Hij kwam niet meer naar mij toe. Dat is geen... Ja. Zodra er anderen op het terrein zijn. Dat heb ik met Trouble. Ja. Heeft hij met die Danielle lopen plekken? Ja. Plant van mij. Dat zag je met, sowieso van de week, jouw feestje. Alster. Gisteren dat model. Die ging al de fotoshoot gebleven, bleef hij ook kijken. Maar dan, ik vroeg net aan Freddy, hoe voelt het gisteren? Super tof. Want de eerste video ja. Heel vet, die meid is al door het dolle heen. Ja, het is helemaal gelukkig, hè. Maar die ziet, jij zegt nu dit van Gerrit, dat hij met die model de hele tijd is aan het kijken. Maar zij ziet alleen maar het leuke moment dat ze samen met Gerrit in de video groter werd. Ja. Met die champagne shower. Vond ze geweldig. Ja. Tof. Ja. Sexy. Maar zij ziet dan niet het beeld dat hij met die andere, met dat model, bij die foto staat. Nee. Dat ziet ze dan niet. En dat vind ik zonde. Ja, vind ik ook zonde. En zonde. Het lijkt bij haar ook wel alsof het boeit haar ook echt niet. Of zo. Maar dat gaat er niet achteraan. Ja, maar Frandy vindt ook dat ze het allemaal niet waard is. Ja, snap je? En ik probeer haar daar heel vaak voor te behoeden, want ze is het wel waard. En net zoals als dit bij haar zou gebeuren, zou zij niet eens boos worden. Snap je? En ik heb gewoon zoiets van, ja, ik weet wel wat ik waard ben en kom op, hé. Ja, dus dat is bij haar, is dat gewoon, dat is fucking zonde. Maar ja, dat is het sowieso bij Freddy. Ja. Nu net ook ging ze naar hem toe, ze zei, mag ik vanavond bij je in bed slapen? Ik zeg, fan, je bent zo erg ook gewoon. Het is ook gewoon echt erg. Maar ja, als zij zich daar goed bij voelt, dan moet ze dat gewoon lekker doen. Oh, ik moest ook echt, heel de tijd moest ik niet huilen. Het ging de boot in, want ik had daar foto's hangen. En toen ging ik een foto van mijn moeder en mijn broertje hier hangen. Oh, het stond echt te janken, jongen. Ik dacht, oh, kut, sorry, ik wil naar mijn moeder toe. Ja. Nog even mail. Dan zijn we even het gezeik af hier. Ja. Maar wat is dat toch altijd met mannen en vrouwen? Nee, niet alle mannen. Nee, maar echt, ik heb ze eigenlijk alleen maar meegemaakt. Ja. Dat ik denk van, dan heb je een vriendin die alles voor je doet en toch is het nooit genoeg of zo. Nu praat ik niet over mezelf, maar nu praat ik over mannen in het algemeen. Ze willen meer. Maar waarom? Ze nemen niet genoeg. Als ze beter kunnen, gaan ze beter. Nee, ze houden van een... niet een uitdaging. Ze houden ervan om leuk gevonden te worden. Ja. Dat is het. Van je vriendin weet je dat je de aandacht krijgt. Ja. Maar als sta jij ergens op een dansvloer en je hebt oogcontact met de andere meid, denk je, oh, ik val nog in de smaak. Dat is het beeld wat mannen hebben. Ik zeg niet dat ik er daar één van ben. Ik ben blij met mijn vrouwtje. Ja, ja, zo hoort het. Dat is hartstikke mooi als je dat hebt. Want dan ga ik samen uit met Kay, dan zegt zij tegen mij, oh, moet je die chick kijken. Oh ja, ja. Dat moet je hebben. Je moet gewoon lol hebben met Steven. Ik weet, eind van de avond lig ik met haar in bed. Ja. Wat die andere meiden doen, zou mij wel zo wezen. Ja, dat heb ik ook vaak. Zeker bij jou, dan denk je al lul lekker over die andere vrouwen. Ik weet dat je gek op mij bent en prima. Ja, maar dat is het, maar ja, hij doet zich wel boopie voor. Ja, je kan ook echt te ver gaan. Echt veel te ver. En dan denk ik, ja, inderdaad, als je dat hierop flikt, hoe gaat dat buiten dan? Nou, dat zal niet veel soep zijn natuurlijk. En daar moet je rekening mee hebben. Ja, maar dat wil ik absoluut niet hebben. Ik echt, loyaliteit staat bij mij op nummer 1. Ja. En ik zou hem nooit zoiets aan doen. Nooit, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik ben zo loyaal als de plek. Dat is echt waar, ik zou dat nooit doen. Ja, maar dat is het, weet je. De een kan het wel, de ander kan het niet. Ja. En juist die trekt naar het toe. Ja. En als jij elkaar gevonden hebt, dan is het goed. Ja.
Ja, het was ook met die modellen, was het zo. Ik wilde gelijk helpen en ik had wel een adresje voor modellen. Toen begon hij in één keer te lachen. Ik zeg, oh, zo lach je. Hij zegt, ja, de laatste keer dat ik modellen nodig had, was in Utopia 1. Toen ging Billy gelijk modellen regelen. Die had ze toen geregeld. Toen ben ik er vandoor gegaan met een van die modellen. Ja, dat vertel je dan nu tegen je. Toen zei ik ook gelijk, succes met je modellen zoeken. Dan zoek je het ook zelf maar, dan ga ik je niet meer helpen. Hou dat dan lekker voor je. Ja, en zeker omdat ik je dan wil helpen en dan gaat hij zeggen dat ik hem niet steun. Dan denk ik, hoe kan je dat zeggen? Ik doe alles voor je. Oh, ik ben vanmiddag ook aangesproken door Gert en Jesse. Dat ik hun droom niet steun, maar dat ze mij wel keihard hebben geholpen met dat tattoo. Ja, ja, dat zei ze ook tegen mij. Althans, Gerrit tenminste. Ja, Gerrit was pisling. Ja, hij zei, maar dat was een opstapeling van... Ja, en dat zei ik ook tegen hem. Ik snap dat je nu pist, gewoon omdat echt alle stress van je af is, omdat het gebeurd is. Maar je hoeft niet om mij te af te reageren. Ja, dat snap ik ook weer. Ja. Het ging over die fitnessspullen. Lexi, je komt naar boven. Deel kan je even helpen, want ik moet van Gerrit en Jesse moet ik even mankracht regelen. Zeg maar, hun hebben toch tegen jou beloofd dat ze zouden opruimen. Ja. Dus laat hun dan naar mij toe komen om hulp te vragen. Waarom moet jij dat dan voor ze doen? En dat ging er niet in bij Gerrit. Oh, alleen dat? Ja. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Oh. En dan gaat Lexi weer terug naar Gerrit. Dan zit er natuurlijk weer een kronkel in het verhaal. Ja. Want als het via 4 gaat, is het nooit compleet. Nee. Dus Gerrit, ik kom pisseling naar mij toe, terwijl ik mijn broodje stop te eten. Ja, what the fuck, ik heb je verdomme geholpen met die datashop en nu, ja, je steunt ons niet. Hou even. Als jullie een nummer aan het opnemen zijn, dan kom ik ook even kijken. Bij die clip ben ik gisteren ook even bezig kijken, tussendoor het tatoeëren. Altijd kom ik kijken hoor. Ja. Zo, nou, ik steun je niet. Nee, maar je hebt me niet geholpen met sjouwen. Zeg, gast, vraag het en ik kom je helpen. Ja. Ja, maar het moet niet om vragen zijn. Je moet uit jezelf komen. Is goed gered. Top. Ik zei niet over de dingen dat ik niet van erg maken moest terugkomen. Ja, maar ik heb dat ook hoor. Niet hoor. Ja, kijk, ik slaap nu natuurlijk hier. Ja. Dus, Nee, maar Freddy gaat de tent in. Waar gaat Lexi in? Nee, ja, Lexi gaat of hier liggen en dat ik mijn matras ergens neergooi. En toen hoorde ik van Lex of Hiske, weet ik even niet, dat Jessie nu als er een... Of Jordi, nou, iemand zei dat dus tegen me. Dat Jessie zei van, oh ja, als er een stel komt, dan mogen ze van de boot slapen. Dan gaat hij weer achterin. Oké. Lekker privacy. Vanavond gaan dindies snijden. Ja, ik ben present. Ja toch, een flesje wijn erin, een vodkaatje erin. Ja, zeker. Volgens mij had Jens ook nog, want het is meer goedkoop met despo's. Ik heb Berenburg ook voor Milena, dan ga ik thuis de avondeten aan geven. Tof. Volgens mij 1 liter. Ik heb gewoon van het boodschappenbudget gedaan. Toch. Ik zei nu ook... Heb je die puzzel gezien? Ja, leuk! Echt superleuk! Dat is echt een leuk. Ja, echt heel erg leuk. Superleuk idee ook. Had je het ook gehoord van het kussen? Dat heb ik toch net... Mijn kussen. Ja, dat die meiden erop hebben geslapen. Ja. Ik wou net bestellen op factuur, maar dat gaat dus nergens. Nee? Maar dat wordt dan echt een agenda voor maandag. Nee. Ik krijg een nieuw kussen. Ik hoef die van hem ook niet. Ik vind dat toch. Ja, denk wel. Hoi. Hoi. Als je vanmiddag tijd hebt en er aan toe bent, zullen we dan even praten? Heel eerlijk, weet niet of ik er zin in heb. Oké, nou, maar dan vraag ik het. Kan ook morgen, overmorgen, dag na. Wanneer het jou uitkomt. Oké. Maar wat valt er te bespreken dan? Of vaak probeer je excuses aan te bieden. En dan zei ik het niet. Wat zei hij nou vanmorgen? Maar ik ging natuurlijk helemaal los. Ik was gewoon blij dat jullie allemaal nog sliepen. Het ging echt door de lint. Ik was zo fucking... Ja, wat,
Wanneer kom je erachter? Ik lag hier dus en ik voelde al van... Er is iets. Dat gaat niet goed. Toen dacht ik, zou ik erbij gaan zitten? Toen dacht ik, laten we maar gewoon eens even kijken hoe dit gaat eindigen. Gisteravond? Ja. Dus toen ben ik, hier gaan liggen en ik word wakker en ik zie hun tentje. Of ik kom hier uit, ik zie de verlichting aan de boot hangen, zoals ik op is. Ik loop naar de wc en toen zie ik dat tentje openstaan, toen is ik ook nog. Dus ik ga het ontbijt klaarzetten en ja, toen kwam hij binnen, kwam die koffie halen, zei hij alleen goedemorgen. En toen zei hij van, oh, Shelly er niet, want die zou ontbijt maken. Ik zeg, nee, ja, ik doe het wel, dat heb ik ook beloofd in de vergadering. Dus ik ben een broodje in de oven aan het doen, hij gaat roken, daarna ga ik roken. Hij zegt, trouwens, toen pas, hè, dus echt op 10 minuten daarna. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar die meiden hebben in de boot geslapen. En toen zei ik volgens mij eerst alleen van, oké. Of ik een of andere sneer of zo, ik weet het niet eens meer. En toen daarna kwam hij met nog iets, toen was boost. Ik ken doodvallen, ik ken tyfus krijgen de kleur, dus ik heb alles eruit gegooid. Ik zeg, je moet vooral je mel houden vandaag tegen me. Echt. Ja, op weg. Ja, ik was echt, echt boos. En het eigenlijk, het allerergste van alles, dat zijn twee dingen. Is één, hij weet donders goed waarom ik dit soort dingen erg vind en dat ik het überhaupt erg vind. Dus dat je dan alsnog flikt. En twee, dat je gewoon tegen me zegt, ik wist dat je boos zou worden. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Dat gaat er bij mij echt niet in. Als je het toch weet, dan doe je het toch niet. Nee. Ja, maar ik ben niet vreemd gegaan. Nee, dat begrijp ik. Dus ik had een heel leuk armbandje met Jessie erop. Nu heb ik ergens daar neergepleurd. Ik weet niet wat die is. Ik weggooid. Foto gelijk weggooid.